Hey mensen van het Games, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Rode Oranje Duivels. Ik heb er weer super veel zin in en dat komt deels door jullie support. Holy fucking damn, zoveel positiviteit. Jullie vinden de serie echt chill, tenminste de meeste van jullie. En jullie helpen mij ook super goed met deze serie. En samen maken wij gewoon een fucking pro team. Ik had jullie beloofd dat ik deze aflevering weer aankopen ging doen van het geld van de vorige aflevering. Dus laten we beginnen. De eerste aankoop is Minolet, of hoe je dat ook uitspreekt. Een paar van jullie zeiden, yo, deze keeper is veel chiller dan Sillerson. En hij is maar 1800 muntjes, wat wil je nog meer? We zetten hem even in het team, hierdoor wat het team geeft wel wat minder. Maar YOLO, fuck dat. En er waren ook best wel veel mensen die zeiden, yo, Lukaku is veel beter dan Benteke. Dus die heb ik ook even gekocht. Super chill. En ook hij kost helemaal niks. Dus die zetten we even in het team. Oh ja, er waren trouwens mensen die zeiden dat ik het ook verkeerd uitsprak. Niet Benteke, maar Benteke volgens mij. Zoiets. I don't know. Ik ben niet zo goed met Belgische namen. Sorry daarvoor. En er waren ook best wel veel mensen die zeiden dat ik meer Belg moest gaan kopen. Ben ik met jullie eens? Want ik heb maar een paar Belgen. Maar vier. Maar ja, voor de chemistry is dat nog niet zo goed. Dan koop ik ook even de badge van Nederland. Omdat jullie die het vetst vonden. En ik wilde het thuiste nu van België doen. Maar die staat niet op de markt. Omdat hij heel geliefd is volgens mij. Dus heb ik die van Nederland genomen. Nou krijg ik wel een beetje een Nederlands team. Maar ik hoop zo snel mogelijk die van België ook te hebben. Nou ja, ik koop in ieder geval wel even het uitshirt van België. Niet dat ik deze echt mooi vind of zo. Maar toch doe ik hem. En jongens, ik krijg nu eindelijk een beetje het gevoel dat we met de Benelux bezig zijn. Dit is nu eindelijk gefixt. Dus laten we nu een padje gaan spelen. Let's go. Oké, jongens, ik heb iemand gevonden. Deze man heeft een redelijk team. Ik denk wel dat hij hier goed mee kan spelen. Zo'n gevoel krijg ik gewoon een beetje bij de team. I don't know. Maar ja, we zullen zien hoe goed hij is. Ik moet trouwens mijn clubnaam ook nog steeds veranderen. Dat is heel vaak. Want ik kan nergens zien wat ik moet veranderen. Dat is heel erg vaag. Dus ik ken nu nog steeds Real Madrid, maar dat moet ik nog even fixen. Oké, jongens, daar gaat Lukaku. Lukaku lopen, jongen. Loop met die fucking bal en knal die tyfus goal. Oh nee, shit, op de paal. Wow, die mocht er wel in. Helaas, dat ging niet goed. Rust gaan, Snijder, rust gaan. Ik even kappen nu nog. Ja, loop nu, loop nu, loop nu en knal die goal. Oké, dat was heel erg zacht geschoten. Shit. Oh man. Nee, hij deed exact hetzelfde trucje. En ik liep gewoon tegenaan. Door de fucking truc kreeg ik toen geel. En nu krijgt de Vrij rood. Omdat hij weer het exact hetzelfde trucje doet. En weer de Vrij die de dupe is ervan. Hij loopt er gewoon letterlijk tegenaan. Er gebeurde niks. Het komt door dat tyfus trucje, man. Ik kon er echt letterlijk niks in doen. Ik liep er gewoon tegenaan een beetje. Nou, wauw. Nou, jongens, dat begint al lekker. Heerlijk, hoor. Oké, jongens, ik ga mijn opstelling wel aanpassen. Want ja, ik heb hier nu een gat in de verdediging zitten. Dus dat ga ik even zo doen. En nu gaat het potje wel een stukje lastiger worden. Want ik heb een speler minder. Hoe gaat Lukaku? Ja, Lukaku knal die tyfus goal. Dat scheelt ook niet superveel. Oké, jongens, dan gaat Huntelaar. Huntelaar, rustig aan. Even kappen, Huntelaar. En nu overspelen. Ja, geef hem terug. Ja, ja, ja. Rustig, 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 rustig. Go, go, go. Oh, man. Oh, dat scheelt echt helemaal niks. Shit. Ja, ja, ja. Hij geeft hem. Oh, maar dat is zo kut. Want ik nam mijn man en ik hield mijn sprintknopje in. En toen paste hij hem te veel voor zich uit. En toen verloor ik de bal. Wauw. Oké, jongens, dit gaat super slecht al meteen. Ik heb wel veel kansen en shit, dat wel. Maar ik mocht al een paar scoren, hoor. Dit staat nergens op. Oké, jongens, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Oké, pas op, pas op. Yes, we hebben hem geblokt. Oké, weg met die bal, weg met die bal. Laat hem niet schieten, laat die man niet schieten. Oké, hij gaat wat domme trucjes doen. Pak die bal. Rustig aan, pak die bal. Hop, hop, hop. Ja, we hebben hem al. Oh, wat gebeurt? Nee, dat meen je niet. Man, pak die bal, jongen. Wat gaat die gast kloten steeds? Weg. Nee, wat doe ik, man? What the fuck gebeurt hier? Holy shit, man. Go, 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 go. Naar voren, opbouwen, opbouwen. Oh nee, oh nee. Ja, nee, nee, nee. Oh yes, ja, hij verneukt het nog even op het laatst. Mooi, oké, okay, nu verneuk ik het weer. Ja, ik wilde spelen, maar ik speelde ineens niet. En hij tikt hem al over de lijn. What the fuck is er aan de hand hier? Oh, hij heeft dus een gun. Ik tikt hem over de lijn. Wauw, wat is gebeurd? Dit is niet normaal potje, dit. Dit is gewoon een vaag potje. Tot nu toe. Oké, okay, pak die bal, pak die bal, pak die bal. Rustig, rustig, niet sprinten. Want dan, hij gaat tricks doen. Hij is zo'n man van de tricks. Dus we gaan rustig naartoe lopen. Oh nee. Nu gaat hij kappen. Nee. Man. Nee. Shit. Oh, dit is echt naar, hoor. Jongen, jongen, jongen. Kijk hem zo rustig een beetje heen en weer gaan. En fucking knalt in. Hij scoort. Hij kan niet schieten. Hij kan niet schieten. Hij moet eromheen. Hij moet eromheen. Oké. Okay, pasen dan. Ja. Ja. Lukaku knalt die. Oh, man. Nee. Oh, wat een nare man. Ik vind wel dat Lukaku best goed is. Maar die mocht hij er echt wel in knallen. Are you kidding me? What the fuck? Ik paas die bal toch door, jongen. Oh, dit is weer een erger potje volgens mij. Dat is het al, ja. Oké, jongens, dan gaat De Bruyne. Ja, De Bruyne. Dat is wat meer positiviteit. Oké, okay, let's go. De Bruyne, De Bruyne. Oké, okay, doe eens wat tricks. Oké, Ja, ik moest spelen. Oké, okay, maar ik heb de bal niet meer. Nee, daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij. Ron Beton. Fix het even, Ron Beton. Fuck you met die trucjes, man. Pak die keeper, pak hem. Nee!
Geen panel! Oh, dit is echt de nare mannen gewoon. Fuck sake, hopelijk werkt mijn tactiek wel, die ik altijd doe. We gaan hem gewoon weer proberen, jongens. En als het weer gaat lukken, ben ik wel echt de penalty killer. Dat zou echt super nice zijn. Voor de mensen die niet weten wat ik altijd doe, ik ga altijd kaart heen en weer met de keeper. Ik doe altijd trucjes en dan ga ik vervolgens in het midden staan. Let op. Ik ging niet in het midden staan en hij schoot toch in de hoek. Maar ik ging ineens fucking vaag doen. Oké, dit faalde. Dit ging niet goed. Fuck you, man. Ook echt een kut penalty trouwens. Holy shit. Hij loopt er gewoon weer langs. Die man loopt er gewoon weer langs, hè, man. Kom op. Nou heeft hij lek en hij schiet. What the fuck, hey? Hou eens op, man. Gewoon letterlijk. Ik heb de kick-off. Ik verlies de bal. Hij loopt er gewoon keihard heen met de tieve snelle spelers. Hier, kijk. Verdedigend echt super noob van mij. Holy fucking shit, man. Nu moet hij echt kappen. Nu moet hij echt stoppen. Dit is genoeg zo. Nu ben ik aan de beurt. Oh, kom op. Hoezo Ron Vla? Wat is dit nou? Hij scoorde letterlijk een halve minuut geleden en hij heeft alweer een corner. Hoe is dat mogelijk, hé? Weg met die fucking bal. Hoppakee. Oké, jongens, ik ga nu aanvallend spelen. Het moet wel alles op die fucking aanval. Ik denk dat ik zoveel tegendoelpunten heb door die fucking rode kaart. Dat is toch helemaal nergens op. En voor de rest heb ik het potje alleen maar pech gehad. Dus dat is echt kut. Oké, jongens. Huntelaar, lop hem over die keeper. Oh, die keeper kwam uit, ik moest hem loppen. Oh man, dit meen je niet. Man, nee, hou op nou. Drie verdedigers, dat gaat er niet lukken. Alles op de aanval. Dan kan je nog meer tegendoelpunten verwachten. Kutzooi. Niet weer, hij gaat gewoon letterlijk weer hetzelfde doen. En die man wordt weer niet gedekt, en die er staat. What the fuck, hey. Oké, jongens, de paai, lopen de paai. Ja, de paai. Hij loopt gewoon bij de bal weg, man. Je hebt de bal, loop door. Oh, ik erger me dit potje dood. Dat hebben jullie waarschijnlijk al lang door. En gewoon, er staat helemaal geen verdediging. Helemaal niks. Ja, lap hem. Hij loopt er niet eens. Ja, what the fuck, hey. Er staat toch altijd wel één man bij, of niet? Er stond gewoon letterlijk helemaal niemand. Iedereen was weg. Gewoon iedereen was weg. Dit is echt gewoon de nare mannen. Dit is weer zo'n dikke nederlaag, net als de vorige aflevering. Dat kan gewoon niet. Dat is echt verschrikkelijk, dit. Man, oké, De Bruyne. Kom op, De Bruyne. Oké, loop nou door, De Bruyne. Fuck sake, man. Oh, dat is een vrije trap. Eindelijk, ik heb een vrije trap. Jullie zeiden dat De Bruyne vrije trappen moest gaan nemen. Dus De Bruyne, ga maar even op die goal knallen, jongen. Probeer het maar. Gewoon op die goal. Nee, dat gaat lang niet goed. Oh nee, dan gaat hij weer met zijn snelle speler, man. Oké, nice. Dat ging goed. Go. Rustig kappen, ja. En nu ga je op die goal knallen. En, oh, net niet langs de keeper. Jammer, die mocht er wel in. En het potje is voorbij. Ja. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Ik mag weer geen pakketje openen. Het gaat hier supergoed, jongens. De vorige aflevering had ik ook al zo'n teringharde nederlaag. En dat mag gewoon echt niet. Want ik heb de vorige aflevering wel de opstelling veranderd. Ik weet niet of het daaraan ligt. Ik vind zelf mijn opstellingen wel redelijk uitzien. Maar ja, dit kan echt niet. Dit is echt verschrikkelijk. De Vrij heeft rood. Dus we moeten helaas weer iemand van het starters team erin zetten. Jammer, maar het moet. Oké, mensen, ik heb weer iemand gevonden. Deze man heeft ook een goed team. Dus ik denk dat dit ook lastig gaat worden. Maar ja, we zullen zien. Hopelijk win ik dit potje wel. Want dan mag ik drie pakketjes openen. En die kan ik heel goed gebruiken. Jongens, daar gaan we. 9 goal lang. Go. Knap die goal. En die gaat fucking hard op de lat. Oh, die mocht er wel in. Deze man heeft trouwens best wel veel lag. Dat is echt irritant. Oh shit, die ging er echt bijna in. Dat scheelde helemaal niks. Oké, go. Nog een keer. Ja. Oh, ik word neergehaald. Oké, maar we gaan gewoon door. Huntelaar knal op die goal en die fucking op de paal. Nee, joh. Ik heb echt heel erg veel ongeluk deze aflevering. Hoe kan het ook? Oké, Huntelaar, go. Speel door. Ja, Nainggolan. Geef hem. Ja, nee, ik moest hem niet geven. Ik moest zelf schieten, maar ik dacht, Lukaku staat er heel mooi. Maar die stond er niet zo mooi. Oké, ik heb al meteen super veel kans gehad en super veel ongeluk. Oké, jongens, daar gaat Huntelaar. Niks buitenspel. Knal de goal en... fucking de keeper. Shit. Oh, dat scheelt ook weer niet superveel. Oké, jongens, daar gaat Sturridge en die is fucking snel. Dus we moeten oppassen. Kom op, pak die bal en weg. Nice. Oké, hoge bal op Huntelaar. En die gaat goed. En knal van afstand op die goal. En de keeper heeft hem. Het zou mooi zijn dat hij erin ging. Oh, deze man heeft zoveel lag. Please, fix je internet, man. Oh, nu gaat hij er ook doorheen. En die gaat hij waarschijnlijk scoren of niet. Oh, ja, hij scoort hem. Fucking geluk. Volgens mij ging hij ook nog bijna via de lat. Oh, hij scoort er één keer. Dit is zijn eerste kans. Letterlijk zijn eerste kans. Of tweede misschien. En ik heb al zoveel kansen gehad. Maar ja, ik heb vertrouwen in deze wedstrijd. Ik denk wel dat ik deze kan winnen. Ik ben als Huntelaar. Doe een keer een afstandsschot van afstand. Dat is natuurlijk... Doe een afstandsschot van afstand. Harm 2015. Geef hem door een Huntelaar. Een Huntelaar loopt. En de keeper komt niet uit. Dus ik ga nu door. En ik schiet op die goal. En die gaat erin. Eindelijk, jongens. Ik heb gescoord. Wauw. Die mocht er echt wel in. En die ging er ook in. Super chill. Huntelaar, nice goal. Eindelijk, we hebben onze eerste goal deze aflevering gemaakt. Het werd wel tijd. Ik hoop echt dat deze man gaat quitten of zo. Want zijn internet is gewoon...
Niks. Huntelaar gaat er. Oké, ja. Dan gaan we weer nog een keer Huntelaar. En die knalt op. Oh man. Die ging er bijna in. Het scheelt helemaal niks. Oké, rustig. Loop die kant op. Met lag. We hebben natuurlijk lag. Oké. Houden de bal in. En we geven voor. Wie staat daar? Niemand. Oh, ik heb een vrije trap ineens. We roepen even iemand aan. Zoals Kevin De Bruyne. En dan gaan we even zo doen. En Kevin De Bruyne is natuurlijk fucking chill. En hij wordt afgepakt. Oh man, nee. Oké, jongens, De Bruyne. Pak de bal, De Bruyne. Gewoon door. Go. Oh shit, haat hem bijna. Ja, De Bruyne. Niks buitenspel. Wel buitenspel, oké. Oh man, daar gaat hij. Nee, die gaat schieten. En hij schiet op de paal. Eindelijk, hij heeft ook een keer een beetje ongeluk. Nee. Wat gebeurt daar? Geen penalty of zo? Oké, gelukkig niks. Maar het is wel een corner. Oké, die gaat weg. Weg. Oh, snap. Oké, weg. Oh, fuck. Naar voren gewoon. Weg met die bal. Jongens, daar gaat Lukaku. Ja, Lukaku. Oh, nee. Ja. Geef hem. Ja. Ja, De Bruyne. Yes, De Bruyne scoort. Fucking mooie goal. Lekker. Mooi nog even in de eerste helft. Aan het einde van de helft. Super chill. Score ik gelukkig nog even. Die was wel verdiend. Oh man, hij gaat erheen. Sturridge gaat erheen. Kom op, pak die bal. Hij schiet en hij scoort. Fuck's sake. Ah, die lag ook. Ik kan hier niet tegen. Ik heb zo zin om mijn FIFA nu weg te klikken. Puur omdat die lag zo fucking hinderlijk is. Oh, deze man. Oké, Huntelaar doet zijn longshot. Huntelaar. Oké, Lukaku knalt van afstand. En de keeper heeft hem. Helaas. Hij wil schieten op de goal. Ik klik één keer op rondje. En hij wordt uit balans gebracht. Fuck dit. Oh, dit is echt naar gewoon. Fuck. 81ste minuut. Oké, jongens, onze techniek. Heen en weer. En nu in het midden. Oh, die ging net naast het midden. Shit. Fuck hem, man. Echt, serieus. Oh, dit scheelt echt helemaal niks. Oh, fuck, man. Dit is echt kloten. Oké, ja, geef hem naar Huntelaar. Huntelaar, schiet op die goal. Nee, hoezo gaat hij er niet in, man? Fucking, alleen voor de keeper. Hij scoort nog steeds niet. Oh, dit is zo na dit. Oké, zet voor. Wie staat er? Kom op, koppen. Oh, zelfs die gaat er niet in. Ik ga nu vol alles op de aanval. Het moet wel, jongens. Als ik zo nog verlies. Ik ben zoveel beter dan deze man. Oké, jongens, De Bruyne. Hey, what the fuck? Hij wordt neergehaald, man. Hoezo is dat niks? Oké, jongens, 90ste minuut. Kom op. Dit is waarschijnlijk de laatste kans. En ik moet rustig nu opbouwen. Kom op. Deze moet erin. Ik ga voor die goal. Knal op die goal. Fucking buitenkant paal, jongen. Alweer die paal. Wat heb ik vandaag met de paal en de lat, man? Ik schiet zo vaak daarop. Ongelooflijk, wat een ongeluk. Dit is niet normaal, jongens. Ik dacht echt dat ik deze erin ging knallen. Gewoon, maar fuck nee hoor. Misschien heb ik nog één kans. Oké, ik heb nog één kans volgens mij. Maar is het een vrije trap of zo? Oké, hij krijgt geel nog. Oh, wat een ellende dit. Dit is verschrikkelijk, jongens. 2 penalties tegen gehad. Allebei best wel dom. En dan verlies ik ook nog. Wauw. Nou, rustig. De heen, kom op. De paai. Knal van afstand. Knallen. Knal. What the fuck? Oh, ik heb penalty. Wat gebeurt er? What the fuck? Wat gebeurde daar? Ik schoot en de keeper raakte hem aan. Ik dacht, rebound, knal ik hem erin. Is dit een panel? Hij wees naar dat stippie. Ja, ik werd neergehaald. De Bruyne werd vies had neergehaald. En het is een panel, oké. Nog niet te vroeg juichen, jongens. Ik kan nog missen. Ik kan dit missen. Sneijder gaat deze niet nemen. Deze gaat De Bruyne doen, omdat De Bruyne gewoon fucking pro is. Oh man, deze moet erin. Zoals jullie weten, ik schiet altijd rechtsboven. Dus dat doe ik nu ook. Oké, kom op. Yes, die gaat erin, gelukkig. Oh wow, mogen wij in ieder geval 1 pakketje openen. Oeh, ik dacht echt dat ik alleen maar ongeluk had. Maar dit is toch wel mooi. En dan alsnog, als ik niet werd neergehaald, had ik die rebound. En die ging waarschijnlijk ook. In. En het is voorbij, jongens. Ik ga 1 pakketje openen. Hopelijk zit er iets goeds in. Weer De Bruyne die 2 goals maakt. Die man is gewoon goed. Oké, jongens. 1 7,5k pakket. Wie zit hierin? Kom op, alsjeblieft. Laat het een goede speler zijn. Het is Cleany. Oké, fuck. Maar ik heb hem. Oké, dat is de slechte keeper. Maar ik heb in ieder geval een keeper erbij. Maar voor de rest zit hier echt helemaal niks in. Dus dat gaan we quicksellen. En we krijgen daar 1,3k voor. De Vrij mag er weer in. Hoppakee. En ik heb ook een speler gekocht. Dat is Miralas. Hij kostte maar 1000 muntjes. En wij gaan hem even in het team zetten. Voor De Bruyne. En De Bruyne komt op CM. Ik denk op zich dat het nu wel goed staat. Want Miralas werd ook een paar keer aangevraagd. Dus die heb ik gekocht. En jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Laat even een like achter. En support even deze serie. Zou super chill zijn. Heb je nog tips of wat dan ook? Of goede spelers of iets? Of iets leuks? Laat het gewoon allemaal even achter. En dan zie ik jullie wel de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Rode Oranje Duivels. Later!